Jack, voor de neutrale toeschouwer natuurlijk een fantastische wedstrijd, maar voor ons ja, knotsgek denk ik. Ja, knotsgek. Kijk, weet je, ik denk dat je goed op voorsprong komt. Geheel volgens plan eigenlijk. En daarom speelden we ook met Preben en Jis voorop. We wisten dat ze moeite hadden met ballen van de zijkant, van de flank. En nou ja, de eerste beste aanval was gelijk Kassa natuurlijk. Daarna geef je het makkelijk weg. Ik vind dat we alle goals trouwens makkelijk weggegeven hebben. Maar dan kom je weer op 2-1 voor. Hè. Ook weer prima goal. Van, we hebben gezegd van speel via de zijkant of leg de ballen achter de laatste linie bij hun. Daar hebben ze moeite mee. Nou, ja. Gelukkig scoort Jis dan twee mooie goals. En is dat ook goed voor hem natuurlijk. 2-2, die geef je ook weer weg. En dan krijg je eigenlijk in de tweede helft een wedstrijd waarin hun denk ik wel wat kansen gehad hebben ook natuurlijk. Ja, dat, de vrije trap die erin gaat, dat mag natuurlijk nooit van zijn leven gebeuren. Hè. Daar staan we gewoon collectief te slapen bij die bal die van de paal afstuitert. En daarna kregen we meteen weer twee kansen. Volgens mij Jis en een schot van Soufiane. En dan in de eindfase krijg je nog die bal die uit de kruising geslagen wordt en de bal van Jis op de paal. En dan denk ik dat dit wel misschien dan minimaal 3-3 had moeten worden. Denk ik dat we een prima resultaat halen hier. Maar ja, het was zonde dat we dit weggeven. Echt. Dat is niet nodig. Want als je klinisch naar kijkt, heb je eigenlijk twee fantastische doelpunten gemaakt. En ja, drie keer echt gigantisch in de fout eigenlijk. Gewoon slecht verdedigd. Kijk, het meeste keuzes maak je in de wedstrijd. Dat doe je als laatste linie. En dat doe je als aanvallers, dat doe je als middenvelders, weet je. Keuzes kan altijd, maar echt te slapen bij die vrije trap die van de paal afspat. En gewoon vrij inspelen. Ja, en wij hebben beelden op de bank, we kunnen dat meteen zien. Ja, we staan gewoon met alleen Wouter staat niet te kijken. Maar ja, die kan hem helaas niet meer redden. Hij staat gewoon te slapen. Dan even iets anders, Jack. We zagen, moet ik eerlijk zeggen, vanaf boven Jurgen Strepp bijvoorbeeld heel druk aan de gang. We zagen jou wat minder, maar toch kreeg jij twee keer geel. Ja, nou ja, goed. De twee opmerkingen van de bank. De eerste sloeg echt helemaal nergens op. Want ik roep alleen man, waar een vrije trap gegeven wordt bij een corner van ons, geloof ik, hè, voor duwen. Nou ja, hele rare beslissing, maar goed. Hij komt in één keer naar de zijkant sprinten en hij zegt van ik ben een team en je krijgt een gele kaart. Nou ja, ik ben een team heb ik nog nooit gehoord, maar volgens mij ben je met een team met z'n allen. En het zegt veel over het niveau van deze scheids vandaag. Ja, ik kan dit niveau gewoon niet aan. En buiten dat, ik vond hem ook heel arrogant richting spelers in het veld en ook naar de tegenpartij. Van twee kanten hebben we het net erover gehad. Ja, ik heb daar geen woorden voor, maar goed. Ik had een paar woordjes te veel en moest naar de tribune. Je hebt dus wel eens wel ergens geroepen, want nu kreeg je er een rode kaart voor. Ja, daarom. Nou ja, goed. Het zegt genoeg als jij op dit niveau fluit en je kan dat soort woorden niet aan. Hè, dan ben je ook niet geschikt voor dit niveau. Want je moet ook wel een beetje in de spiegel kijken, denk ik. En als hij vanavond zijn beelden terug gaat kijken of met de scheidsrechtscommissie, dan wordt het een lange zit, denk ik. Toch wel vervelend, want dan ben je de volgende wedstrijd zelf, dan mag je er niet bij zijn. Nou ja, dat is gewoon het frustrerende, weet je. Want je doet je werk en je probeert gewoon je spelers te helpen in bepaalde situaties. En natuurlijk ook van de andere kant, hè, bij Jurgen Streppel waren er de nodige coachmomenten en momenten die ook richting de scheids waren. En daar blijf ik ook voor staan als coach, want ik ga mezelf niet veranderen omdat we zulke scheidsrechters hebben. En dan maar weer vanaf de tribune. Maar kijk, weet je, vier kaarten in de competitie, dat mag niet. Ik, de laatste tijd heb ik me ook bewust gedijs gehouden. Alleen ja, ik vond vandaag, iedereen heeft het kunnen zien. Dus, ga ik het even proberen positief af te sluiten. Jis Hongenkamp, hij lijkt wel weer terug in vorm, hè? Ja, nee, maar dat komt ook terug. En je moet gewoon geduld hebben. Spits die een doelpunt kan maken, die in een mindere fase zit. En als team scoren we ook moeilijk natuurlijk. Maar hij begint weer helemaal fit te raken. Kan alles trainen. Speelt alles weer. Speelt volledige wedstrijden. En dan is het gewoon wachten op een goal. En ik denk nog steeds dat voor Preben ook. Hè, die jongen die werkt eigenlijk helemaal de touwtering. En daar gaat een keer de goede kant op vallen. Nou, gelukkig vandaag. Met Jis, hè? Dat geeft hem en het team uiteraard ook een boost, hè? Want het waren gewoon goede goals.